beste fanatico's. Op 8 mei 2004, bijna 3 maanden na de tragische dood van mijn wieleridool Marco Pantani, voltrok zich een andere tragedie in de sportwereld. Samen met zo'n 7000 andere rood-witte aanhangers was ik in het mythische Bosuilstadion getuige van het ondenkbare. Onze beminde ploeg, de Great Old, de eens zo fiere vaandeldrager van het vaderlandse voetbal met het stamnummer 1, werd veroordeeld tot de degradatie naar wat men noemt het vagevuur van de tweede klasse. Het vagevuur. Wat een understatement. Voor ons was het niets minder dan de hel. Een heel jaar moeten spelen tegen veredelde caféploegen, zoals Virton. En hij is op den berg. Het is nu helemaal zo. Ik denk dat we ervoor geknokt hebben, maar het is over. Op die bewuste dag vloeiden de tranen bij Beke op de beruchte tribune 2. De zogenaamde hel van Deurne-Noord werd herschapen in een mausoleum van verdriet. Een pandemonium van diepe treurnis. De fanatieke, heetgebakerde aanhang van de Antwerp, ongetwijfeld het meest vurige legioen van het land, verschrompelde die dag tot een hoopje doffe ellende. Toen de zware schok een beetje was geluwd en de supporters hun typische flegma en fierheid hadden herwonnen, werd her en der gefluisterd dat het misschien niet eens zoveel kwaad kon om er een jaartje tussenuit te zijn. Reculer pour mieux sauter, een stap achteruit zitten om daarna 5 stappen ver te springen. Het jaartje in de hel van tweede klasse werden er 2, dan 3, de wanhoop steeg. 4 jaar, 5 jaar, spot en hoongelach weer klonken van op het kiel, sponsors haakten af. 6 jaar, 7 jaar, dreigende faillissementen, 8 jaar, 9 jaar. Ten slotte werden we de clochards van het Belgische voetbal. Zo sleepten wij, arme rood-witte supporters, ons voort. Een decennium lang berustend in ons lot, met in ons hart de stille hoop dat er op een dag een mirakel zou geschieden en de slapende reus die Antwerp was, uit zijn coma zou ontwaken. En zie, in de lente van dit jaar, 2015 na Christus, werden onze bijna muurgeslagen verwachtingen, onze ondanks alle vernederingen hartstochtelijk gebleven hoop, uiteindelijk beloond. Een nieuwe mecenas was opgestaan die onze zieltogende club uit het moeras zou trekken. En deze keer was het geen fabeltje. Hij maakte zijn belofte waar en het sprookje nam een aanvang. Dit seizoen stromen de tribunes weer vol. De ploeg strijdt volop mee voor de titel. En ik kan mijn geluk niet op. Als je me zou vragen wat het meest gelukkige moment was in mijn leven, dan zou dit in aanmerking kunnen komen. De dag dat ik de aftrap mocht geven van een thuismatch van de Antwerp. Het was in 2008. We speelden tegen FC Namur. En ineens stond ik daar op het heilige gras van de Bosuil, naast de fantastische Darko Pivaljevic, die mij verdomme zo waar een hand gaf. Uit duizenden kelen weer klonk mijn naam. Een goddelijk moment dat ik mijn leven lang zal koesteren. En laat mij nu zingen. Rood en wit, de liefdevolle kleuren. Gij brengt de vijand steeds ten val. En wat er ook nog gebeuren, ons manneke staan altijd pal. Rood en wit, en laat het ons herhalen. Gij zult vandaag weer zegen pralen. En zing, ja zing nu allen mee. Rood en wit, RAFC, da 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 dan.